Nou, met het vuurwerk misschien op de achtergrond al te horen. Daily Minutes nummer 1511 met een uitzending voor vandaag, 31 december 2018. Dus het bulletin van maandag, oudjaarsdag. Ja, ik heb het vandaag druk met nog wat administratieve zaken voor mijn bedrijf. Ja, zelfs het begin van deze avond nog. Dus ik moet de uitzending kort houden. We zullen zien of me dat gaat lukken. Ik heb weer data vandaag. 3 SSTV-plaatjes en 2 plaatjes in DRM. Ik zal 6 seconden pauze houden tussen de SSTV en de DRM. Dan weet je wanneer je om moet schakelen. Ja, ik mis soms best wel de inmeldronde die we op PI2NOS vaak hadden. Op het chatkanaal werkt dat toch niet helemaal hetzelfde. Ik hoef niet per se de vele inmeldingen en de bedankjes terug, hoewel die natuurlijk wel welkom waren. Maar iets van die gezellige gesprekken die we altijd hadden, met name over techniek ook. Maar goed, het hoeft niet per se over techniek te gaan. Dat zou wel leuk zijn. Er zijn wel een aantal alternatieven, maar het is niet allemaal even handig. Sommige alternatieven zijn via internet, andere via gekoppelde zenders. Voor mij vallen dingen als FaceTime en Skype eigenlijk af, hoewel dat natuurlijk wel zou kunnen. Maar ik heb zo'n weerzin tegen met name Facebook, die ik standaard meestal Fakebook noem. In principe is het wel mogelijk om zelf iets op te zetten, om op de manier zoals ook wokka.be werkt, audio of soms zelfs video te kunnen verspreiden. Maar ja, ik weet niet, het kost wel veel moeite waarschijnlijk en ook misschien wel wat geld. We moeten het dan wel gebruiken als dat zo is. Hè. We kunnen ook de ether erbij betrekken. Het is niet mogelijk om daar de Daily Minutes uit te zenden als we dat doen. Omdat ik met de huidige uitzendingen geen rekening wil houden met de beperkingen die de amateurfrequenties geven voor wat betreft bijvoorbeeld muziek en onderwerpkeuze. Digitale modus als D-Star en DMR, dat zou kunnen. Maar er zijn verschillende van de vaste groep die geen D-Star en of DMR hebben. Op zich is het tegenwoordig wel een mogelijkheid om met een app D-Star te bedrijven. Dus zowel zenden als ontvangen. Maar die optie bevindt zich volgens mij nog in het teststadium. En ik weet niet of dat voor iedereen al beschikbaar is. Meeluisteren kan alleen als we op de standaardreflector gaan zitten. En ik weet eigenlijk niet of we dat moeten doen, hoewel het er niet super druk is. Echolink is ook een optie. Dat kan zowel via internet als via etherfrequenties. Het is voor mij geen grote moeite om bijvoorbeeld met mijn eigen roepletterspanel ETE een server voor Echolink op te zetten, zonder dat er een zender aan hangt. Dus een aparte server. Iedereen met Echolink kan er dan aankoppelen en zo meedoen. En dan zit er nog niks in de ether, tenzij iemand er een repeater koppelt natuurlijk. Ik heb overigens lange tijd zo'n constructie gehad voor mijn wekelijkse uitzendingen, voordat ik met de Daily Minutes begon. Ik deed die uitzendingen via een repeater die toen nog geen landelijk bereik had. En doordat de uitzending ook op Echolink liep, waren de verschillende de repeaters door het land heen die dan aan deze repeaterloze noden gekoppeld werden. Een andere mogelijkheid vind ik ook wel een leuke. Dat is als mensen die een repeater in de buurt hebben die aan PI3XTV koppelen. Ik denk echter ook dat veel repeaterbeheerders niet op zoiets op dagelijkse basis zitten te wachten. Dus daarom zou het misschien toch weer niet zo'n goed idee kunnen zijn. Ik heb ook hardware om D-Star aan Echolink te koppelen. Dan kunnen mensen zowel via D-Star als Echolink meedoen. Dat zou dan ook nog een optie zijn. Je hebt dan een systeem waar mensen inderdaad op meerdere manieren kunnen meedoen. Het vergt echt nog wel wat knutselwerk om dat technisch goed aan de praat te krijgen. Maar op zich is dat, als ik daar haast achter zet, in een weekje te doen of zo. Echt een concrete oplossing heb ik niet. Maar misschien moet ik met de mensen die daar wel kunnen komen. Volgens mij zijn dat er niet eens zoveel. Hè? Jurgen en Ernst die kunnen op D-Star. Ik weet niet of er nog meer zijn die dat ook hebben. Maar goed, misschien kan ik inderdaad wel wat vaart zetten met die koppeling om D-Star en XTV analoog te koppelen. Ik heb trouwens nog steeds een eigen reflector op D-Star ook beschikbaar, speciaal voor experimenten met PI3XTV. Daar zouden we dan voor D-Star ook op kunnen gaan zitten. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Thank you.
microfoon naar retour.